Ongeveer 300 kruikjes zijn er gevonden achter de Gertrudiskerk. Uit onderzoek blijkt nu dat dit Romeins aardewerk in Bergen-op-Zoom is gemaakt en niet is geïmporteerd zoals eerder werd aangenomen. Het zijn imitaties van grote amforen die in die tijd gebruikt werden om wijn en olijfolie te vervoeren. Die werden allemaal gemaakt in Spanje en Frankrijk. Dit zijn dus echt Berse imitaties daarvan. Want ze zijn hier ook gemaakt in de stad? Ja, we hebben inderdaad nu de zekerheid dat ze dus hier in deze omgeving zijn gemaakt. De kruikjes werden gekocht door zee- en handelslieden die op reis gingen. Zij offerden ze op aan de goden in een tempel op de huidige plek van de Gertrudiskerk. We denken dus ook dat ze gemaakt werden en gekocht werden, verkocht werden vlakbij het heiligdom. Dat mensen die dus daar kwamen, die konden ze ding kopen. En die vulden dat misschien met olie of drank, of niet, dat weten we niet. En die werden daar in de tempel geofferd. Naast de kruik is er ook een beeldje van de Keltische god Sucellus gevonden en munten uit de 2e eeuw na Christus. De vondsten bewijzen dat er zo'n 2000 jaar geleden al mensen woonden in Bergen-op-Zoom. De geschiedenisboekjes zullen herschreven moeten worden. Voor de gemeente Bergen-op-Zoom betekent dit dat wij een veel langere geschiedenis hebben aantoonbaar dan we ooit gedacht hadden. Onze geschiedenis gaat nu terug aantoonbaar tot 150, 250 jaar na Christus, waaruit deze vondsten zijn voortgekomen. En wat heel bijzonder is, dat wij dus een Romeinse geschiedenis hebben.